Nou, hier ziet u dus ons model. We hebben hier alle huizen nagemaakt. En we hebben alles opgemeten. We hebben een schets gemaakt, ergens, waar alles precies staat. En die schets hebben we, zijn er naartoe geweest en we hebben alles opgemeten. We hebben alles meegenomen, de lengte van de stoep, van de auto's en deze lengte. En we hebben bedacht om dan hier zo een poort te maken. Hier zo kunnen alle auto's inrijden. En er is dan een helling. Dat hebben we ook exact berekend. En hij mag de helling minimaal hier zo 8,5 meter lang zijn. En we hebben ook bekeken of dat dan niet de volgende straat in de weg zit. Het zat dus niet in de weg, dus je komt dan hier nog een stuk recht. En dan daal je en dan ga je weer omhoog. En hierbovenop komt dan een park. We hebben dan een klein park bedacht, omdat het natuurlijk wel groen moet zijn. En het is een half ondergrondse parkeergarage, dus daar komt nog wel 1,25 meter hoger uit. Maar hier hebben we ook een oplossing voor bedacht. Hierachter zitten namelijk trappen. Hier zitten verschillende trappen. En hier aan de achterkant zitten nog meer trappen. En we hebben ook de snoekerij. Een bar hier zo in de buurt. Hier zo zit een bar. En die hebben we ook mee gesproken. En die zeiden dat ze het geen probleem vonden als hier een party zou komen. En daarom hebben we dan in samenwerking bedacht dat hier zo een terrasje zou kunnen komen. Dus die vinden het geen probleem. En natuurlijk komt er dan nog een hekje langs, zodat mensen niet naar beneden vallen. En hier zo op het model ziet u ook nog het pad waar je dan overheen zou lopen. Met de beplanting ernaast. Volgens mij kunnen we dan weer terug naar PowerPoint.